Hey, slow down there, eager McBeedoof. This must be your first Pokemon gym visit. Let me just give you the lowdown really quickly. Hey, super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikatu en vandaag gaan we verder met Roblox Pokémon Break Bronze. We zijn hier op route nummer 3. En zoals je weet heb ik een Chespin en een Nidoran. En ik heb mijn Nidoran dus weer geheeld. Ik hoop dat hij dit aan kan. Student Chase wil gaan battelen. Zijn Electrike level 8. Lijkt me niet zo heel slim om dit met mijn Nidoran te gaan doen. Dus ik ga gewoon eens even wisselen naar Chespin. Mijn Nidoran is nog maar level 5. Die heb ik net gevangen. Dus ja, dat wordt een beetje lastig denk ik tegen deze Electrike van level 8. We gaan in ieder geval wel met Chespin battelen. En dat doen we met Rollout. Met een Rollout attack tegen Electrike. En hij is lekker zijn aanval aan het boosten. Hij is 5 levels lager. Mijn Rollout doet best wel pijn. Hij is lekker bezig met status moves allemaal. Oké, toppie. Helemaal goed. Dan hebben we deze Electrike gewoon verslagen. Chespin heeft experience points en Nidoran heeft natuurlijk dan ook experience points. En Nidoran is gelijk naar level 6. Oh, en naar level 7. Kijk, dat is super nice. Gelijk 2 levels omhoog. Did I win? Nee, hij heeft niet gewonnen. Sorry. Je hebt niet gewonnen met je Electrike. Maar dat, ja, dat maakt niet uit. Maakt niet uit, joh. Je doet het sowieso goed. Ik vind het super leuk om Roblox te spelen. Nogmaals, heel erg bedankt dat jullie de tip Roblox aan mij gaven. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Een wilde Abra. Ik ga gewoon 1 keer pack doen. Maar waarschijnlijk, ja, kijk, daar krijg je geen eens de kans voor. Daar krijg je geen eens de kans voor bij een Abra. Nou ja, maakt niet uit. We hebben die Abra helaas niet gevangen. Dan gaan we gewoon battelen tegen deze zagrijnige grumpy dude hier zo. My Pokémon and I were just playing fetch. We've been waiting for another trainer to battle with. Oké, kom maar op. Welke Pokémon heb jij dan, Adam? Adam heeft een... weer een Poochyena. Helemaal goed. Daar gaan we tegen battelen. En ik heb eigenlijk alleen pack om aan te vallen. Dus dat is wel... Dat is wel jammer. Hij doet een sand attack. Mijn accuracy gaat daardoor naar beneden. Daar ben ik nooit zo heel erg blij mee eigenlijk. Dan doen we gewoon nog een keer pack. Oh, nice. We raken hem. Hij doet howl. Oké. Ook nog meer status moves. Jullie Pokémon zijn allemaal lekker bezig met status moves, jongens. We doen nog een keer pack. En we raken hem gewoon nog een keer. Dit gaat goed. Dit gaat helemaal goed. Totdat we straks 1 klap krijgen. En dan zijn we de Sjaak. Ga je hem weer raken? Wow. We raken hem echt super vaak. De sand attack move. Is die niet zo sterk dan in Pokémon Brick Bronze? Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval de andere status moves zijn best wel goed. Kijk, nu ontwijkt hij wel een keer. Doet hij nog een keer Sand Attack. Dus die laatste klap die ik nu wil gaan geven, dat zal nog wel een lastige worden misschien. Ga je hem raken? Nee, we gaan hem weer niet raken. En hij gaat nog een keer Sand Attack doen. Dus mijn accuracy gaat heel erg naar beneden. We gaan proberen om hem te pakken. Dit duurt lang. Dit duurt lang. Oké, nu doet hij 1 keer tackle, zie je? Dan zijn we gelijk best wel veel van ons leven kwijt. En waarom? Waarom ben je niet poisoned? Oh nee, nu zijn we gewoon down, denk ik. Oh, we hebben nog 1 HP, weet je? Nou ja, dan in dat geval gaan we gewoon lekker wisselen naar Chespin. En dan doen we Nidoran straks naar plek nummer 2. Nidoran, je hebt het goed gedaan. Maar je hebt net pech dat je die laatste move niet kon maken. Helaas. Maar dat maakt niet uit. Ik ben sowieso trots op je. We doen een Fine Whip op Poochyena. En Poochyena is gewoon down. Hoppakee. 66 XP. Nidoran ook 66 XP. En hij gaat nog een Poochyena gebruiken. Dan stuur ik toch weer even Nidoran eruit voor de XP. Zo. Chespin, come back. Nidoran, go Nidoran. En dan gaan we gelijk Chespin weer terug doen. Zo. Puur voor de XP. Nidoran, kom maar lekker terug. Want ik wil dat je gewoon een leveltje omhoog gaat en niet down gaat. Oei. We krijgen weer een sand attack op ons hoofd, jongens. Ik doe Fine Whip. Why? Net konden we echt heel veel moves doen, terwijl we al... Nu missen we alles. En net konden we alles raken. En nu gaan we opeens weer vervelend doen, hè? Kom op, Chespin. Raak hem. Raak hem gewoon. Nog een sand attack, serieus. Nou, ik weet niet of jullie 2 dagen de tijd hebben. Maar ik denk dat overmorgen deze battle wel klaar zou zijn. Als het zo doorgaat. We hebben in ieder geval Poochyena, hè? 1 keer geraakt.
En we gaan hem gewoon proberen hem nog een keer te raken. Kom op, lekker. Heel goed, Chespin. Toppertje, 66 XP. En Nidoran natuurlijk ook. En dan is Nidoran naar leveltje nummer 8. Hoppakee. Yep. Doei doei, zagrijnige man. Zagrijnige man is verslagen. Alright, dan gaan we verder. Oh, zo, stonden we nog in het gras. Oh, een Electrike. Die is best wel vet. Maar die ga ik niet vangen. Nee, die ga ik niet vangen. Of zal ik die wel vangen? Ik weet het niet. Zal ik hem vangen of niet? Electrike. Dus op zich wel, hij is op zich wel tof, maar... Oh, goed, nice. Ik dacht dat we een Thunderwave op ons hoofd kregen. Maar dat valt gelukkig mee. Ik doe een rollout. En dan gaan we wel zien of hij in één keer down is. Hij is niet in één keer down. Oh, maar nu kunnen we hem natuurlijk niet vangen. Of wel? Nee, want nu blijven we rollout doen. Nou ja, maakt niet uit. Ik wou hem toch niet per se hebben. Deze Electrike. En die doorheen krijgt ook weer lekker XP. En we gaan door. We gaan deze kant op. Hallo mevrouw. Hallo, hallo. Oh, zo, dit is wel een blij hoofd. My Pokémon is strong against water and flying types. Hope you don't plan on using either of those. Water and flying. Dus jij hebt Thunder Pokémon, Tiffany. Jij hebt Donder Pokémon. Yes, een Mareep. Cool. Mareep is natuurlijk wel vet als je uiteindelijk uitgeëvalueerd is. Dan is het een hele vette Pokémon. Maar tegen mijn Chespin... Ja, het is helemaal goed. Je mag tegen mijn Chespin. Mareep is level 7, dus ik hoop niet dat het problemen gaat opleveren. Het zal wel paralyzed zijn. Ik heb een hekel aan die status moves. Ze doen wel echt heel veel status moves, vind ik hoor. Mareep doet Growl. Helemaal goed. Growl. En dan doen wij een Fine Whip. Of kan ik beter gewoon Rollout doen? Ja, ik ga gewoon Rollout doen. Laten we Rollout doen. Ik denk dat dat slimmer is. Mijn attack gaat naar beneden. Wij gebruiken Rollout. Oh, die doet bijna geen damage. Die doet bijna geen damage op Mareep. Oké, maakt niet uit. Die wordt wel elke aanval sterker. De Mareep blijft lekker growl doen. Dus mijn attack blijft lekker omlaag gaan. Maar nu ontwijkt hij mijn aanval. Oké, ik doe nu een bite attack. Kijken of die beter gaat. Mareep gebruikt een tackle. Ik doe bite en Mareep is down. Toppie, Chespin krijgt 84 XP. Hoppakee, level 14. Yay, Nidoran. Ook level omhoog, level 9. En Nidoran leert de double kick. Tof. Ze wil een Electrike uitsturen. Ik ga nu even niet wisselen. Omdat mijn Chespin natuurlijk paralyzed is. Dus ik ga nu even niet wisselen. Want dat maakt het alleen nog maar moeilijker. Ik krijg een critical hit op ons hoofd. Wij doen bite. Ach, mijn aanval was echt verpest, jongens. Door al die growls van Mareep. Hopen dat we deze Electrike wel lekker vaak kunnen raken. Oh, ik moet wel zeggen dat paralyzed, dat doe ik nog niet echt heel veel. Ik ben nog geen één keer fully paralyzed geweest. Dus ja, ik weet niet of dat heel erg helpt. Ik druk weer op Pokémon, kom op. En dan gaan we nog een keer een bite doen. En dan hopelijk is het gewoon klaar nu met deze bite attack. Kijk, nu zijn we wel paralyzed en kan ik niet bewegen. Oké, dat is de eerste keer. Nou, als het ongeveer zo vaak gebeurt als dat er nu, tot nu toe is gebeurd, dan vind ik het helemaal goed. We doen weer een bite en hoppakee. Electrike is down. 88 XP. Helemaal goed. Helemaal goed. Toppie. Kunnen wij dan nu naar het volgende stadje al? Of moeten wij eerst nog hier doorheen? Daar zit nog een trainertje. Maar daar kunnen we denk ik toch niet naartoe. Ik weet niet. Misschien liggen daar nog wel pokeballs. Ja, daar ligt nog een pokebal. Die wil ik wel pakken. Die wil ik wel pakken. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is een quickball. Oh, cool. Een quickball. Nice. Top. Dan nu moeten we natuurlijk gaan battelen tegen deze trainer. Nou ja, laten we dat maar gewoon gaan doen. Chespin is al best wel een hoog level. Dus ik ga er een beetje vanuit dat we dit wel kunnen fixen eigenlijk. Jacob wil battelen en Jacob, Jacob heeft een Dunsparce. Oké. Het heeft nog steeds geen zin om met mijn Nidoran te battelen. En ik ben heel erg benieuwd of mijn... Oh nee, een Pursuit. Oh wow, dat was echt goed gespeeld, serieus. Ik ga je daar credits voor geven. Die Pursuit was natuurlijk super nice. Want Pursuit, dat raakt je voordat je Pokémon uit de battle haalt. Dus dat is wel echt goed gespeeld van Dunsparce. Eerlijk is eerlijk. En Dunsparce gaat een rollout doen. Ik doe een Vine Whip. En dat gaan we gewoon een paar keer doen. Moet wel oppassen natuurlijk voor die rollout. Ah nee, ik ben paralyzed. Ik dacht al jongen, moet ik die Pokémon nog wel gaan pakken? Want straks hebben we gewoon een probleem. Rollout doet nu 8 damage. Mijn Fine Whip doet hem ook wel pijn. Ik ga wel even mijn potion gebruiken nu. Zo.
Zo, gewoon voor de zekerheid. Want ik weet niet hoe lang hij nog doorgaat met zijn rollout. Maar die gaat anders best op. Kijk, auw, auw. Dat dacht ik al. Kom op, overleef het. Overleef het. Oh nee! Wat? Wat? Oké, de mensen die deze game hebben ontworpen, die zijn echt wel slimmer dan de mensen van Game Freak. Of ze doen het gewoon expres op deze manier. Dat zou ook nog kunnen. Dat jullie gewoon expres een hele, ja, een stuk een moeilijkere game maken dan wat Pokémon eigenlijk is. Want normaal gebeurt dit nooit. Ik ga nooit down in normale Pokémon games. En ik speel nu op die manier, zeg maar. En volgens mij moet ik met Roblox gewoon iets meer zekerheid nemen. Want de vorige keer waren we ook al down tegen Linda. En Linda had 2 Pokémon. Een stomme Pancham en een Poochyena. En ja, ik was poisoned, dus het lukte allemaal net niet. En nu zijn we gewoon weer down. Wauw. Deze game is volgens mij moeilijker dan een Pokémon game. Normale Pokémon game. We zijn gewoon al 2 keer down nu. Echt, ik schaam me kapot, jongens. Ik schaam me echt kapot dat ik gewoon al 2 keer down ben gegaan. Man. Dit is echt best wel frustrerend, hè. Dit vind ik echt best wel frustrerend. Maar ik ga die Dunsparce pakken, jongen. Want je denkt dat je zomaar mij kan beaten. Maar dat gaat niet zomaar, hè. Hoppakee, ik zet Chespin vooraan. Nidoran als tweede. En dan gaan we nu deze Dunsparce pakken. Zomaar maken jullie mij allemaal kapot, jongen. Ja, doe maar blij. Doe maar blij zwaaien. Potverdorie, man. Ik kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. Verloren van een Pancham tot nu toe en van een Dunsparce. Man. Maar goed, ze spelen het goed. Eerlijk is eerlijk, ze spelen het goed. Die rollout was super sterk en die pursuit was echt heel erg goed getimed. En hij gaat nou weer lekker rollen. Ja, nu wel, hè. Nu avoiden we hem wel. Had je hem net niet even kunnen avoiden, Chespin. Potverdorie, man. Als je dat nou net had gedaan, dan hadden we niet down geweest. Lekker eerlijk. In ieder geval, kijk hoe makkelijk we hem nu hebben. Dit slaat helemaal nergens op. Dit slaat echt helemaal nergens op. Man. Jongen, 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 jongen. Oké, nou ja, geef niet. In ieder geval zijn we weer lekker snel hier. Ik ga weer lekker nu Nidoran op eerste plek zetten. Want Nidoran moet ook getraind worden. Maar het zit ons ook gewoon niet mee, hoor. Dat zo eerlijk moet je ook zijn. Het zit ons voorlopig nog niet echt mee in de battles. We hebben best wel veel pech de hele tijd. Terwijl we nu een Pachirisu tegenkomen. En daar heb ik niet zo gek veel mee. Vind ik niet zo'n super toffe Pokémon. Ik ben benieuwd of we deze Pachirisu kunnen nakken. Die doet in ieder geval een bite. En dan krijgen we straks natuurlijk weer een keiharde klap. Wij doen een double kick op Pachirisu. Daarmee raken we hem 2 keer. Dus even kijken hoe sterk Peck is ten opzichte van natuurlijk double kick. Double kick is wel een stuk beter, want Peck is natuurlijk ook niet very effective. Dat was ik ook weer vergeten. Hij doet nu een growl, Pachirisu. Wij gaan lekker verder met double kick. Zo, en dan nog 1 double kick en dan is die wel neer. Laten we het doen. Zijn we sneller? Nee, we zijn niet sneller. Doet hij weer bite. Die wilde Pokémon is niet zo slim als de Pokémon van die trainers, jongens. Potverdorie, ik baal er nog steeds van. Maar in ieder geval, we zijn nu verder gekomen. We zijn al level 10. En we kunnen gewoon lekker door hier zo. Nidoran is ook lekker bezig. Kan je naar boven? Ja. Oké, en dan zijn we nu in Sylvant City. En wat valt hier allemaal te beleven, jongens? In Sylvant City. Wat sta jij te doen? Bijvoorbeeld, the gym here uses so much energy that they had to run these massive electric towers directly to hit it. Oké. Dus we zijn hier electric type Pokémon. Hallo, I love how pretty this town looks at night. The lights really boost my spirits. Ah, cool. Yeah, awesome. Hallo, hallo mevrouw. I've always wondered what is down in that cellar over there. Nou, laten we gaan kijken. Wat is in deze cellar hier zo? Laten we gewoon lekker naar beneden gaan. En gaan kijken wat hier beneden is. Als de deur open zou gaan. Maar de deur gaat niet open. Dus we kunnen niet kijken wat hier is. We kunnen wel hier naar boven. Wat is hier boven dan? Is het een uitkijkpunt? Oh, ja, best wel een tof huisje hierboven. Dit is best wel een leuk plekje om te wonen. Je kijkt lekker over het hele dorp uit. Oh, zo dan. Hallo. Met je bikini. I really miss the beach when I moved here. So I turned part of my home into a personal beach. It's so relaxing in here. Ja, dat kan ik me voorstellen. Gewoon een strand in je woonkamer. En je kijkt, je hebt lekker zo uitzichtje. Ja, dit is wel een leuk plekje.
Dat is wel een leuk plekje. Hier is in ieder geval de gym. En ik ben benieuwd of we deze gym al kunnen gaan halen, jongens. Zouden we het kunnen gaan redden? In deze gym? Hallo. Het is een disco hier binnen. You have technicians here making noise. No one is a musician. There are not artists because nobody can play the guitar. Hallo. Heb jij me nog wat te vertellen? Nee? Ben jij gewoon een bodyguard of zo? Hey, slow down there, eager MacBidoof. This must be your first Pokemon gym visit. Let me just give you the lowdown really quickly. Every Pokemon gym focuses on specific type of Pokemon in battle. I don't usually give away this kind of information, but this gym's specialty is electric type Pokemon. Dat dacht ik al. The gym is not only a test of trainer strength, but your dance moves as well. See the red squares, they are dance styles. Stepping on them will turn them green. Stepping on off the red ones will open up a way ahead of you. Oké. We moeten dus op alle rode knopjes gaan stappen. En je moet met de trainers gaan vechten. En dan kom je bij de gym leader. Ik denk dat het wel een lastige wordt, hoor. Ik denk dat het wel een lastige wordt. Maar goed, maakt niet uit. I'm gonna need to see some skills before letting you through. Let's battle. Oké, laten we battelen. Bouncer David. Dit is Bouncer David. En Bouncer David gooit even lekker een Electric eruit. Dit is een mooi plekje gelijk om Nidoran een beetje te trainen, hoop ik. Heb ik geen poison point of zo? Want volgens mij zijn mijn tegenstanders nooit poisoned. Heb ik nou gewoon een stomme Nidoran? Nee, deze Nidoran had wel poison point. Dus dat zou gewoon zo moeten zijn. Ik ga het zo even checken na deze battle. Thunderwave, no! Goed zo, avoid it. Super nice. Doe maar nog een keer een double kick. Super goed. Lekker bezig, Nidoran. Toppie, je bent super, je bent geweldig. En als je nog één keer een double kick doet, en hopelijk, deze Thunderwave, die raakt me wel. Maar we kunnen wel double kick nog gebruiken. Hoppakee, nice. Electric is fainted, 139 XP points. Hoppakee, level 11, jongen. Level 11. Oké, en we mogen door en we krijgen money, dus dat is super nice. Maar ik wil eerst eens even kijken welke ability mijn Nidoran heeft. Ja, zie je, wel poison point. Dus waarom zijn al die tegenstanders nooit poisoned dan? Laat ze ook gewoon lekker poisoned raken. Ik had er ook last van. Oké, we mogen... Oh, wacht. We moeten alle knopjes groen maken. Dus dit moeten we zo doen. Ah, nee! Moet je wel raakstappen, Rick. Tjonge, jongen. Zo, hoppakee. Tweede battle. En er staat weer zo'n topper hier zo. Can you move on the dance floor? Let's see what moves you have in battle first. Alright, let's go. Bouncer Jab would like to battle. En die stuurt er een Electrike uit. En wij sturen natuurlijk weer onze baas Nidoran. En we gaan vechten. En we gaan weer op dezelfde manier verder met Double Kick. Terwijl Electrike een Leer doet. Wij nog steeds paralyzed zijn. Kijk, dit is wel jammer, jongens. Dit is wel jammer. En voordat ik straks de gym leader ga pakken, gaan we natuurlijk wel eerst even langs de Pokémon Gym. Hoe heet dat nou? De Pokécenter! Pokécenter bedoel ik. Om even die Paralyze weg te halen. Want ik heb geen Paralyze heal. Hij doet Quick Attack. En kijk, dit bedoel ik. Poison Point. Dat hebben we nodig. Nu is die poisoned. Wij doen een Double Kick. 1, 2. En nog een beetje Poison eraf. Ga je dan down? Kijk, hoppakee. En daarom vind ik Nidoran dus een fijne Pokémon. Gewoon om die ability. En ik hoop dat hij lekker snel een Nidoking gaat worden. We moeten nu tegen hem een Reap. Wij gaan niet switchen. Nu nog. We gaan pas switchen als het echt nodig is. Want ik wil deze Pokémon gewoon lekker levelen. Hij doet een Thundershock. Die doet best wel pijn. Wij zijn poisoned. Nog één keer. Proberen. We krijgen nog een Thundershock op ons hoofd. Wij doen nu wel Double Kick. En dat helpt in ieder geval. Dan ga ik nu eens even switchen naar Chespin. Zo, switch. Yeah. Nidoran, come back. Come back, Nidoran. Come on, Chespin. We krijgen gelijk een critical hit op onze hoofd, jongens. Waarom? Oké, laten we gewoon Fine Whip doen. Fine Whip. Oeh, bijna is die down. Krijgen we weer een Thunder Wave. Man, dit is echt wel vervelend. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit, joh. Hij doet een growl. En mijn attack gaat naar beneden. En we zijn weer fully paralyzed. Oh, zo duurt de video wel lekker lang. Als we gewoon continu paralyzed zijn. En onze accuracy is low en zo. Maar goed, we hebben deze verslagen. En Chespin groeit naar level 15. Die wil Leech Seed leren. Dat vind ik best wel fijn. Leech Seed gaan we zeker wel even doen. Dan krijgen we steeds een beetje health erbij als we een Pokémon seeden. En vooral in lange battles
is dat best wel handig. En helemaal als je straks een combinatie hebt met Giga Drain. Ik haal Grow weg, daar heb ik niet zoveel aan. Die gebruik ik toch nooit. En dan hebben we Leech Seed nu geleerd. 1, 2, tada! En we kennen Leech Seed. Nice. Oké, top. Nidoran krijgt ook nog even 120 XP en groeit ermee naar level 12. En dan hebben we deze trainer ook verslagen. We krijgen 320 monies. En dan zal ik gelijk even dit poortje openen. Wat gebeurt er als ik hierop stap? Niks. Oké, top. Dan moeten we nu zo. Zo. Oké, dit telt. Daar is de gymleader zo te zien. Maar we gaan eerst even naar de Pokégym om gewoon ons Pokémon te healen. Want dat is nu wel even nodig, nu we gewoon helemaal paralyzed zijn. Zo. En dan gaan we eens even de Poké Center opzoeken. Ik weet niet of jullie hem al hebben gezien. Ik heb hem in ieder geval nog niet gezien. Hier is de Poké Center. Alright. Hallo, Poké Center. Hoi. Wil je mijn Pokémon weer healen? Dat zou ik heel erg aardig vinden voor jou. Wil je dat doen voor mij? Ja? Terwijl Froakielover11 nu ook gejoined is. Leuke nickname. We hope to see you again. Ja, ik hoop het ook. Dan gaan we eens kijken hoeveel geld ik nu heb. Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Kunnen we iets kopen? We hebben 1800 geld. Ik ga in ieder geval even 2 Paralyzed Heals van kopen. Misschien hebben we die nog wel nodig straks in de battle. Zo. Yep, laten we wat potions kopen. Zo. Hoeveel zullen we er doen? Laten we er 3 kopen. Zo. Yep. En de rest van het geld houden we gewoon nog eventjes. Zo, oké. Nee, voor de rest hoef je niks te doen. Ja, en we zien elkaar vast wel nog een keer. Wat sta jij hier trouwens in de hoek te doen? Niet veel bijzonders zo te zien. En dan gaan we nu weer snel terug naar het Pokécenter. Want Pokécenter, ik gooi de 2 hele tijd door de war. Pokécenter en de gym. We gaan in ieder geval naar de gym. Want ik wil gewoon natuurlijk deze eerste badge gaan pakken, jongens. Laten we gewoon de eerste badge pakken. En dat gaan we doen door eerst alle rode knopjes groen te maken. Zo. Hop. Tap. Zo. En dan kunnen we nu naar boven richting deze trainer, richting deze gymleader. Hello, I'm Chet, the creator and leader of this fine establishment. I see you have no badges yet. That makes this your first battle for a gym badge. Don't expect me to go easy. Nee, dat verwacht ik niet. Want je hebt een hele vette disco, Chet. En we gaan gewoon lekker battelen. Dan gaan we het wel zien. Ik wil jou wel gaan verslaan. Ik ben benieuwd hoeveel Pokémon je hebt en welke Pokémon. Oh, vet. Vet. En Shinx vind ik een tof Pokémon. Die had ik gebruikt in mijn Pokémon Platinum playthrough. Ga het zeker checken als je dat nog niet hebt gecheckt. Ik heb heel Pokémon Platinum uitgespeeld op mijn kanaal. Dat was super tof. En Shinx is level 13. En Shinx is dus ietsje sterker dan mijn Nidoran. Shinx doet charge. Zijn special defense is daarmee omhoog. En natuurlijk wordt hij gewoon iets. Zijn aanvalskracht wordt iets sterker. Double kick. We moeten dus 5 keer double kick doen, jongens, voordat we hem hebben. Hij doet nog een keer charge. Oké, top. En dan heb je wel kans dat we straks echt in 1 keer down gaan als hij een goede aanval doet. Oh, nice. We hebben een critical hit. Dat betekent dat we hem hierna misschien nog maar 1 keer hoeven te raken, jongens. Hij doet weer charge. Wat? Ik was er net zo lyrisch over dat de trainers zo slim waren in deze game. Maar deze gymleader, waarom valt hij niet gewoon aan? Nou ja, maakt mij niet uit. Ik win hiermee mijn battle. Dus ik vind dat op zich helemaal prima. Moeten nu tegen een Pikachu. Hey, Pikachu. En ik ga niet wisselen van Pokémon. Ik ga het gewoon met Nidoran proberen. En ik hoop dat hij gewoon een tackle of een quick attack doet op mij. Hij doet een charge beam. Oké, charge beam. Die doet best pijn. Ik doe nu double kick. De eerste is een critical hit. Ik denk dat mijn Nidoran dit niet 3 charge beams gaat overleven, jongens. Thunderwave krijgen we ook nog. Oké. Ik doe double kick. Mag ik hem doen? Yes, ik mag hem doen. Maar het doet niet zo heel veel pijn op deze Pikachu. Waarom is Pikachu zo sterk? Is Pikachu gewoon sterker gemaakt in deze game of zo? Wauw, charge beam weer. Kijk, we zijn nog bijna down. Echt ziek is dit. Maar we gaan gewoon keihard door. Ik ga gewoon proberen hem nog een keer te raken. Ja, laten we dat doen. Want ik wil geen risico lopen. Dan maar
dat deze Nidoran doodgaat. Kijk, die poison point was nog wel even handig. Mijn Nidoran is down. Mijn Pikachu is wel poisoned. Dus heel goed gedaan, Nidoran. Ik ben super trots op je. En dan gaan we nu verder met Chespin. En dan gaan we hopelijk deze gym battle afmaken. Ik zie nergens trouwens hoeveel... Oh ja, nu zie ik het. Dit is de laatste Pokémon van Jet. En we gaan gewoon een Fine Whip doen. Hey, ik zie nu al dat ik de badge heb gewonnen. Hoezo? Maar ik heb die badge nog helemaal niet. Nu pas heb ik die badge. Ik kreeg van tevoren al te zien dat ik hem gewonnen had. Dus dat mijn move al klaar was ofzo. Maar maakt niet uit. Wow, we krijgen wel lekker veel geld trouwens. En we hebben onze eerste badge. Yeah! Onze eerste badge in Roblox in Pokémon Break Bronze. Awesome! Congratulations on your victory, trainer. It's my pleasure now to present to you your first gym badge. Woohoo! Yeah! Super cool! We hebben de Arc badge. Super nice. I would also like for you to take this TM as a gift for your victory in this team 57. En dat is Charge Beam. En dat is een lekker goede aanval. Dat is een goede aanval, een goede move. Die kunnen we wel gebruiken. Als we een electric type krijgen, dan zou dat wel nice zijn. The Arc Badge allows you to use HM10 cut outside of battle. It also allows you... Oké, dan kunnen we ook traden. Ja, nu kunnen we ook traden trouwens. Nu kunnen we ruilen. Nu kunnen we Pokémon ruilen. Ik ga trouwens niet allemaal goede Pokémon ruilen om mijn avontuur makkelijk te maken. Want mijn avontuur moet gewoon normaal een beetje moeilijk blijven. Het moet een beetje uitdagend blijven. Terwijl iemand ons nu roept. Hé, dat is diezelfde gast als net. You have the Arc Badge now. I'm on my way to challenge the gym right now. I really hope my Pokémon are as strong as yours. Maybe we can have another battle soon. Tuurlijk. And this is the reason I was late getting here. It's called an RTD. What is that? What's an RTD? Recreational Teleportation Device. To teleport to some really neat places just for trainers like you and I, for example. Oh, okay. Daar kunnen we dus traden en battelen met andere trainers. Cool, nice. Goed om te weten. Ja, en natuurlijk kunnen we daar ook battelen met andere trainers. Thanks, man. Thanks voor deze... voor die RTD ding. See ya. See ya later. Bye bye. Muzzle. Nou, dan gaan we dus... nu eventjes naar het Pokécenter. Nu zeg ik het in één keer goed gelukkig. Om mijn Pokémon te healen. En dan gaan we daarna deze aflevering maar weer eens afsluiten. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Want we hebben onze eerste badge gehaald. Terwijl ik nu nog eventjes ga praten met Jen en met zuster Joy. Wat ik zeg, ik hoop dat jullie het tof vonden. Ik vond het super tof om deze video weer te maken. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie later. Muzzle!